van harte welkom. Een nieuwe aflevering van Zomervisite, de editie van 2016. Naast me zit Jan Moldberg. Jan Moldberg, je woont tegenwoordig in Opheusden, maar daar ben je niet geboren en getogen. Nee, geboren en getogen in Zwolle. Mm-hmm. En alweer heel lang in Opheusden, dus inmiddels al meer dan 40 jaar. Ja, je hebt... En vergeten weg te gaan. En je bent inmiddels gepensioneerd, maar jarenlang in het sociale werk gezet. Ja, hè? In het sociale werk als jongerenwerker vanuit Zwolle naar Opheusden gekomen. Daar echt aan het, mede aan het begin gestaan van het prille jongerenwerk in Opheusden. En daar was toen heel wat te doen? Daar was heel wat te doen. Ik wist niet wat ik rare move, van Zwolle naar Opheusden. Je wilt werken, hè? Dus wat dat betreft, ik was nog niet gediplomeerd. En ik solliciteerde in Opheusden, werd uitgenodigd voor een gesprek. En ik werd daar keurig verwelkomd in een zaaltje in een oud herenhuis. En ik zat daar als enige niet gediplomeerde met allemaal zwaar gediplomeerde jongerenwerkers. En ik denk van nou, kansloos verhaal. Dus ik ga gewoon lekker een beetje tafeltennis met de boys in de zaal. En werd opgeroepen voor het tweede gesprek, tot mijn verbazing. Dus ik vroeg nog aan de burgemeester, die in de tijd voorzitter was van die stichting. Waarom burgemeester was dat? Burgemeester Pot. Was tevens voorzitter, de man van de financiën van Opheusden was daar de penningmeester van de stichting. Dus ik vroeg aan hem, ik zei, waarom hebben jullie mij uitgenodigd? Hij zei, ja, die jongens die zeiden van, ja, die vent die moet je nemen, die kan leuk tafeltennissen. Dus dat is een kwaliteit als jongerenwerker. En doe je jezelf nu niet tekort? Ik kan nog steeds goed tafeltennissen. Hey, Jan, je staat toch een beetje bekend, want je zit ook in de politiek nog steeds. Ja. Je gaat er na deze periode mee stoppen als een rebel. Hè? Je schopt graag tegen heilighuisjes. Waar komt dat nou vandaan? Laten we zo zeggen, ik hou gewoon van een beetje reuring. Dat betekent dat je af en toe gewoon een stukje rood vlees in de arena gooit en hoopt dat daar op wordt gebeten. Nou, gelukkig gebeurt dat nog steeds. Noem daar eens een voorbeeld van, waar jij gewoon nou zelf trots op bent. Er zijn meerdere zaken zijn er geweest, dus dat is ook wel eens gezegd door de burgemeester die me dan belde, zei van dat moet je nu van de site halen. Jij schrijft ook stukjes. Ik schrijf stukjes voor de Partij van de Arbeid website. En ja, dat is een beetje een soort blog geworden. Want wel gevraagd van ja jongens aan anderen van ja, schrijven jullie er ook wat op? En dat gebeurt dan niet. En ik vind het wel een hele mooi medium om daarmee in de politiek in beweging te krijgen. En dat blijkt ook dat met name de SGP die volgen die site op de voet. En word ik altijd door hun aangesproken. En de ene keer zeggen ze van ja, ik vind het fantastisch, ik vind het hartstikke leuk. Ja, je schrijft duidelijk om te prikkelen. Maar is het dan niet ook gevaarlijk dat je zeg maar gezien wordt als de lokale dorpsgek? Dat zijn jouw woorden. Dus, niet alleen van mij, alleen die van mij. Ik heb niet het idee dat zo is. Ik denk dat het verhaal wel serieus wordt genomen. Maar je kunt het ook gewoon op de koop toe nemen. Ik neem dat op de koop toe en ik probeer dat gewoon toch met een knipoog dat soort stukjes te maken. Dus daar worden onder andere plaatjes in verwerkt waarin we gewoon met Photoshop bekende politieke figuren in een hele andere situatie neerzetten. Daar zitten best hilarische dingen bij. Maar soms ook dat ze zeggen binnen mijn eigen partij ook van ja, moet dat nou zo? Ja, nou oké. Okay, als je het zelf, dan doe het gewoon zelf, weet je wel. Ook prima. Ja. Je gaf het net al aan, SGP, christelijke gemeente, hè, ja. Dat weten we. Maar je weet wel bijvoorbeeld aan zo'n SGP wat je dan hebt. Dat is prettig. Een man en man, een woord en woord en er komt geen vrouw aan te pas. Nou, je hebt bijvoorbeeld in Tiel nu allerlei partijen. Er zijn er 10. Allerlei lokale partijen ook. Ja. Onlangs nog het een en ander wat afgesplitst is. Het is allemaal maar weer afwachten waar ze voor staan, wat ze doen. Ik heb liever met SGP te doen in dit geval. Ja, begrijp ik. Het is heel duidelijk waar men voor staat. Ik bedoel, we hebben natuurlijk toch in de afgelopen periode ook binnen de coalitie een behoorlijke aanvaring met elkaar gehad. Op dit moment zitten. Nou, dat ging met name over een aantal voorstellen op bezuinigingen. Bezuinigingen met name op het sociale domein. Mm-hmm. Wat wij dus absoluut niet zagen zitten en ook volledig onnodig vonden. Daar is het heel erg stevig opgelopen. Maar het ergste, waar het ergste opgelopen is en wat bijna een breuk is geweest, is het moment dat men stelde voor om de plaatselijke ondernemers te gaan subsidiëren. Er moest een ondernemersloket komen, noem het maar op. 10.000 euro voor een feestje voor de ondernemers. Waar wij van gezegd hebben van ja, maar hartstikke leuk en aardig. Je bent ondernemer. Ja. Als je ondernemer hebt, onderneem dan en betaal dat vooral zelf. En 10.000 euro is sowieso veel geld, maar vooral ook voor de gemeente Neder-Betuwe. Voor de gemeente Neder-Betuwe. Mm-hmm. Maar als het nu zin heeft, dat je gewoon aantoonbaar kunt maken dat werkgelegenheid oplevert.
of dat die ondernemers daar beter voor zag ondernemen. Dan is het elke euro waard. Dit waren gewoon kansloze voorstellen. Hmm. Nou, dat hebben we er ook gewoon op die manier gezegd. Nou, dat liep heel erg hoog op. Daar zijn, we hebben er in de wandelgangen nog het een en ander met elkaar gezegd. Ben jij dan een verbinder? In dit geval had ik wel zoiets van, dit is het. Is ons, of tenminste mij, ook geen breuk waard. Er lagen nog een aantal zaken die gewoon wij als gemeente met elkaar toch moeten proberen te riemen. Mm-hmm. En we hebben met elkaar ook gezegd van we trekken onze drol in en we doen het maar niet, weet je wel. Dus, je bent wel een man die over grenzen durft te kijken, ook letterlijk. Maar ik ben ook wel de verbinder, want het is na afloop van bijvoorbeeld de raadsvergadering, mm-hmm. dan ga ik altijd bij de man en broeder staan. Want die verhaal van onze partij, die ken ik onderhand wel. Dus dat is gewoon interessant. Ja. Dus wat ik bijvoorbeeld doe is nu momenteel een cd's uitwisselen. Dus muziek uitwisselen met Jan Eerbeek van de SGP. Waar ik mee aan de praat kwam. Die dacht dat ik alleen maar van rock en roll hield. Ik zeg, ik ben ook wel een liefhebber van klassieke muziek. Nou, ik kon het bijna niet geloven. Ik zeg, neem je volgende keer neem ik een cd mee. Neem jij een cd mee. En we doen dat nu elke raadsvergadering. Neem een cd mee. We zeggen tegen elkaar wat we ervan vonden. En dat kan best zijn dat we tijdens de raadsvergadering heftig met elkaar in de clinch gaan. Maar na afloop is gewoon gezellig. Dat is prettig. Ja, nee. Prettig werken. Dan moet ik zeggen, want ik ken verschillende raden uit de regio, dat de raad in Neder-Betuwe helemaal geen vervelend is. Hè? Nee, de raad van... Best wel niveau. Ondanks dat de gemeente toch klein is. 23.000 inwoners. De raad van Neder-Betuwe, daar, ik moet zeggen van dat deze periode ook weer een behoorlijk niveau heeft. Dus er zitten heel veel verschillende soorten mensen in met ook verschillende kwaliteiten. En ook wel het naar durven te kijken om dingen samen te doen. Bijna een liefdesverklaring naar die SGP toe. Hè? Nou, liefdesverklaring vind ik wel een heel erg groot woord. Want ik bedoel, wij staan op een aantal fronten, staan we natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. Maar we beseffen ook dat we het samen in zo'n kleine gemeenschap wel met elkaar moeten rooien. Ja. En dat kan. En dat moet af en toe ook gewoon scherp worden uitgeserveerd. Want dat is wel van, kijk, wij worden gekozen omdat we van de Partij van de Arbeid zijn. En ik bedoel, ik ben niet van de SGP. En als wij gewoon als een slippendrager achter de SGP aanlopen, daar zal onze kiezer daar niet bij me zijn. Nee. En ik zelf ook niet. Ik zei het net al, hè? Over de grenzen heen kijken, ook letterlijk. Hoe denk jij over de toekomst van Rivierenland? Met de gemeentes en zo, herindeling. Jouw visie? Mijn visie heb ik natuurlijk tegen jou als een keer eerder genoemd. Op de eerste plaats denk ik dat wij als gemeente Neder-Betuwe, maar ook Tiel en Buren, dat je in eerste instantie moet kijken naar elkaar. Die drie gemeentes die zouden op zich een eerste aardige eerste stap kunnen vormen naar een brede samenwerking, zeker herindeling. En ik denk dat we op termijn gewoon verder zouden moeten kijken naar een gemeente Rivierenland. Dus met onder andere ook Geldermalsen, Culemborg. Dus een logisch verband. We zitten momenteel met elkaar in alle mogelijke regelingen. Er wordt nu gesproken over samenwerking met Overbetuwe. Wat mij betreft, want we hebben dus na de vakantie een kennismakingsgesprek met Overbetuwe. Nee, de Betuwe heeft ook niks met Overbetuwe en anders. Nee, wat mij betreft ook kansloos. Leuk om daar mee op de koffie te gaan, te kijken wie daar dus aan tafel zit. Maar we hebben daar op zich niks mee. En dan wordt er vanuit met name vanuit de SGP gezegd, we moeten gewoon die kleine plattelandsgemeentes bij elkaar, want dat is belangrijk dat we gewoon dezelfde cultuur hebben. Mm-hmm. Maar hoela, drie dwergen worden nooit geen reus. Nee. Dus daar moet je niet naar kijken. Dat is kansloos. Dus aansluiting bij Tiel? Nou, aansluiting bij Tiel. Ik denk dat de aansluiting bij Tiel vind ik. Zo moet je het niet noemen. Dat zo zou Tiel het wel graag zien. Ik denk dat je met mekaars kwaliteiten moet zien. We werken nu op een aantal fronten al samen. Als je het hebt over bijvoorbeeld het industrieterrein Medel. We hebben de Avri hebben we samen. Dus dat zijn een aantal logische samenwerkingsverbanden. Vanuit die samenwerkingsverbanden kijk je gewoon naar elkaars kracht. En ook naar elkaar zwaktes. En te kijken van waar kunnen we elkaar versterken. En niet uitgaan van het grote Tiel haalt daar de kleine jongens bij. Nee, we gaan uit van een gelijkwaardige situatie. Waarin je kijkt wat het beste is voor de inwoner. En daar moet je van uitgaan. Denkt Jan Woldberg alleen zo? Of is daar een meerderheid voor te vinden in die raad in Neder-Betuwe? Nou, op dit moment heb ik het idee dat ik nog steeds een roepend in de woestijn ben. We hebben een bijeenkomst gehad met alle raadsleden. En daar is uitgesproken, de meerderheid van de raad wil wel zoeken naar een brede logische samenwerking. En het liefst met plattelandsgemeentes. Dus in die zin zie ik ook nog niet direct gebeuren van wat ik dus zelf voorsta. Maar ik blijf het wel roepen. Omdat wat mij betreft nog steeds, ik bedoel, ik kom veel in de regio, veel met zaken te maken.
En ik zie gewoon dat dat gewoon de toekomst is voor onze regio. Ja, goed voor Rivierenland. Goed voor Rivierenland en met name goed voor onze burgers, want daar gaat het in wijze om. Ja. Je gaat in feite, het wordt overzichtelijker, het wordt goedkoper. Je hebt veel minder ambtenaren nodig. Je hebt veel minder politici nodig, om het zo te zeggen. En dat levert al een enorme besparing op. Kwaliteitswinst, want nu is het zo van, het is voor gemeentes, met name kleine gemeentes. Ik merk dat bij Neder-Betuwe, en dat is in Buren precies hetzelfde, dat het heel lastig is om gekwalificeerde ambtenaren te krijgen en te houden. Er wordt van alle kanten moeten worden ingehuurd, wat bakken met geld kost. Levert niks op. Dus je kunt veel beter op termijn gaan werken naar die grote gemeente Rivierenland. Nou, jouw standpunt daarover is gemaakt. Je hebt altijd in het sociale domein gezeten. Ja. Inmiddels met pensioen, maar een andere passie voor jou, dat is muziek. Ja. Hoe zit dat? Nou, hoe dat zit is, ik heb altijd muziek gemaakt. Vanaf mijn 14e in bands begonnen in Zwolle. Daarmee ook in Paradiso gespeeld in Duitsland. En in Opheusden ook die passie weer opgepakt uiteraard. Of all places. Of all places, maar daar bleek dus. Als het in Opheusden lukt het overal. Nee, maar daar zul je verbaasd van staan. Want in Opheusden heb je een grote Molukse gemeenschap met heel veel goede muzikanten. Ja. Dus dat was voor mij een heel mooi aanknopingspunt om met die gasten in zee te gaan. Daarmee ook twee bands gehad. Vroeger altijd als zanger gespeeld, toen een basgitaar gekocht en maar geprobeerd om daar wat mee te doen. Wat dat betreft autodidact? Autodidact, ja, gewoon een gitaar gekocht. Je kunt wel noten lezen? Ik kan geen noten lezen, ik luister gewoon. En het mooie verhaal was van, ik speelde dus met een aantal van die Molukse muzikanten, hartstikke goede muzikanten en ik kon er geen drol van. Komt een broer van een van die gasten, die komt naar me toe en zegt, ben je in godsnaam aan het doen? Dat doe je helemaal verkeerd. Nou, hij zei, kom maar eens langs. Dus ik ben een paar keer bij die broer langs geweest. En die zei van, nou, dan moet je dan zus doen, dan moet je zo doen. Leuk. En dat heeft me gewoon veel geholpen. Op een bloedkruip waar het niet gaan kan. Dus hier in Tiel was dus het initiatief met een aantal vrienden. Van, goh, het is toch eigenlijk te gek dat er zo weinig is. Er zijn oudere muzikanten die heel graag wat willen met muziek. En zo ben ik betrokken geraakt bij het ROS-project. Ja, het Rocking Old School. Een Rocking Old School project. Alleen ik had mezelf ook opgegeven om daar ook aan mee te gaan doen, maar er waren te veel bassisten. Dus ik dacht van nou, dan begin ik zelf een bandje. Dus inmiddels vorig jaar een bandje gestart en daar treden we nu ook weer regelmatig mee op. We hebben daar de eerste mini-cd mee gemaakt en dat is gewoon hartstikke leuk. Maar dat zijn allemaal jonge gasten. Dus ik noem dat dan jonge gasten, wat is jonge jongen? Jonge gasten, nou, dat is de drummer is 27. Gitarist is 24, er is één van 40 en dan Chris Meijering is weer de oudere van 60 in het verhaal. Maar ik noem dat dus rockmantelzorg. Ja. Dus op een gegeven moment kunnen ze mij het podium opbeuren. Hey, Jan, gezegd, nog meer passies? Heel veel passies. Fietsen onder andere. Ik sta eigenlijk op het punt om morgen te vertrekken naar de Ardennen. Om dan lekker in de heuvels te fietsen. Dat is ook een belangrijke uitlaatklep. Dus politiek, muziek en schrijven doe ik graag. Mm-hmm. Dus onder andere de stukjes. Maar ik vertelde net ook al hier op de boot zo van momenteel bezig met het schrijven van. En is bijna klaar met een blog of website gaat het mogelijk worden over de Zwolse popmuziek uit mijn tijd in Zwolle. Waar onder andere in de wijk waar onder andere Herman Brood woonde. Maar ook een aantal gasten die bij Cube in the Blizzards gespeeld hebben. Nou, dat waren hele roerige dagen. Waar je als beginnend bandje niet gestoord door enige kennis van zaken gewoon overal kon spelen. En dat leverde gewoon best leuke en hilarische verhalen op. Natuurlijk. Dus toen hebben ze gezegd van, ik ben een tijdje werkloos geweest, een paar maanden. Daarvan is mooi de gelegenheid om dat te gaan opschrijven. Dus dat verhaal ligt er. Dat heb ik ook gecheckt. Want ja, op een gegeven moment kan je fantasie ook aan de loop gaan met het verhaal. Dus in Zwolle gesprekken gevoerd met alle betrokken muzikanten. En om te kijken van, klopt het verhaal? Nou, die zijn ook mee gaan schrijven. Mm-hmm. Dus dat verhaal ligt er. En wie weet wordt er nog ooit een boekje van gemaakt. Nou, ook alweer hartstikke leuk. Ja. Hey, tot slot van ons gesprek. Het is helemaal niet zo van dat jouw leven is afgelopen. Maar je hebt natuurlijk een schat aan ervaring. Als je nou zeg maar terugkijkt op jouw werkzame leven tot nu toe. Welke boodschap kun je dan aan mensen meegeven? Nou, ik hoorde net het verhaal van Mo, hoorde ik. En dat is wat ik een belangrijke vind, is dat in mijn periode dat ik als jongerenwerker heb gewerkt, dat ik heel veel jongeren in Opheusden en in Kesteren, die nooit van zijn levensdagen bijvoorbeeld iets met muziek zouden hebben gedaan, of iets in jongerenwerk, dat die dus nu nog steeds actief muziek maken. Maar ook in mijn periode dat ik in Amsterdam werkte, waar ik een aantal jongeren
binnengehaald heb in de zogenaamde kanjerbak. Mm-hmm. Jongeren die gewoon letterlijk van de straat werden heb gehaald. Omdat ik kon niet de juiste jongerenwerkers vinden voor de Bijlmer, het stadsdeel waar ik toen werkte. En tegen hun kunnen zeggen van oké, ik geef je de kans om een opleiding te volgen. Een aanstelling voor een jaar. En na een jaar bekijken we het. En dat deze gasten, een groot aantal ervan, nu nog steeds in de Bijlmer succesvol werken. Nou, dat soort dingen, dat denk ik van ja, daar ben ik heel trots op. Ja, trots, daar een, maar is dat, wat is dan de boodschap die erachter de boodschap is in feite dezelfde boodschap als die Mo ook had. Je moet gewoon mensen gewoon in hun waarde laten. Je moet mensen de kans geven. Je moet ook mensen ervan overtuigen dat ze kwaliteiten hebben. Je moet dat prikkelen. Maar je moet het wel zelf doen. Uiteindelijk moeten mensen het zelf doen. Je gaat ze niet pamperen. Maar je geeft ze wel de kans. En daar heb jij je steentje in de maatschappij aan bijgedragen. Dat hoop ik. Dat als later dat mensen mijn naam daar noemen, zeggen ze van nou, hij heeft daar een steentje aan bijgedragen. En als ze dat zeggen, denk ik van nou, dat is toch mooi geweest. Hè? Ja. Nou, zo is en dan, het. Dan kan die gewoon eronder. Hè? Jan, we gaan elkaar nog vaak genoeg zien, want je bent ook onderdeel van Tiel aan tafel. Ongetwijfeld. De kritische vrienden. Dat was natuurlijk ook weer een nieuwe hobby. Hè? Ja, snap ik. En dat is ook hartstikke leuk. Ik ga jou bij deze nog een hele fijne zomer toe wensen en we spreken elkaar ongetwijfeld. Nou, jij ook en het hele team hier aan de camera's, de meisjes van Tiel aan tafel en de gasten natuurlijk, want dit is echt... Ja, zeg eventjes, dan krijg je voor zometeen wel een paar centjes. Leuk team, en fantastisch gebeuren. Dat is het ook, want het is natuurlijk toch een soort familie onderhand geworden. En nu met de hele familie het schip in. Ja. Dus maar je leert elkaar wel op een wat andere manier kennen. Het is natuurlijk als we de opnames maken in Tiel, is het toch een vrij erin en eruit. Nou, dat klopt, ik ben het met je eens. En dit is gewoon een hele goede manier om gewoon om de club toch wat dichter bij elkaar te brengen. Dus, en ook dit heeft een missie, zo simpel is het. Dit heeft we kunnen nog uren doorpraten, dat gaan we niet doen. Gaan we ongetwijfeld vaker doen. We gaan een biertje drinken. Gaan we doen. Oké. Tot zover deze aflevering van Zomervisite. De volgende week zijn we er weer. Tot dan.